Nou, dat is wel een goede vraag, want bij mij gebeurde dat dus eigenlijk in de fase een beetje dat ik naar het klooster ging. Ja, aan de ene kant eigenlijk wel een soort afscheid van het vrouw zijn, want je wordt dan toch een soort, je treedt in een soort neutraliteit. En aan de andere kant ook wel heel erg, juist wel meer vrouw worden. Ook alleen al door de lange kleding, de jurken die je elke dag droeg. Het was een beetje een dubbel gevoel, een ambivalent gevoel. En dat hele sterke bewustzijn van mijn vrouw zijn heb ik meer gekregen toen ik eruit kwam. En toen dacht ik ook, oh wat goed dat ik eigenlijk vrouw ben. Want er is juist voor vrouwen nog zoveel te doen. We zijn eigenlijk nog zo achtergesteld. Ja, het is raar om te zeggen, maar zo ervaar ik het echt. Het is zo moeilijk nog als vrouw om je stem te laten horen. En ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad, zeker ook de laatste jaren, want soms heb ik een enorme hekel aan om altijd weer in die publiciteit of dingen te zoeken of wat dan ook. En tegelijkertijd is er in mij ook iets wat me overstijgt, wat zegt, Miek, als vrouw moet je dat juist doen. Want het zijn altijd mannen die zich laten horen en die zich laten zien. Jij als vrouw moet je juist laten zien. Dus dat is heel erg vermengd met elkaar. Mijn roeping, mijn spirituele roeping en mijn roeping om dat als vrouw naar buiten te dragen. Ik vind het ook best wel een hele moeilijke opgave. Want als je als vrouw tussen je stem wil laten horen, wordt er ook een enorm appel gedaan op je eigen mannelijke krachten. Dus is het ook best wel moeilijk om je eigen innerlijke evenwicht tussen je vrouwelijke component en je mannelijke component te bewaren. Dus dat vind ik echt wel een uitdaging om in die harde wereld je mannetje te staan, zeg maar. Die kracht van de vrouw zit, vind ik zeker wat spiritualiteit betreft, in dat een vrouw heel holistisch is. Vrouwen, mannen kunnen dingen afkoppelen. Die kunnen met iets bezig zijn en dan andere dingen in zichzelf afkoppelen. Bij een vrouw gaat dat gewoon niet. Bij een vrouw is haar gevoel is er altijd bij. De emoties zijn er altijd bij. En dat maakt het heel authentiek, vind ik. Het is heel holistisch. En in die zin denk ik ook dat vrouwen, zeker in spiritualiteit, echt een voorbeeldfunctie hebben. En dat het enorm bevrijdend zou zijn als daar meer plaats voor vrouwen zou komen. Ook juist in meer in de hogere, hè, in de stem horende gebieden, zeg maar. Nou, ik vond het heel mooi, ik heb dat boek gelezen van Philip Jenkins, Gods Werelddeel. Het gaat dus over de toekomst van Europa, hoe hij dat ziet als Amerikaan. En dat is toch wel heel interessant, want in Amerika wordt er vrij negatief tegen Europa aangekeken. Zo, dat is een beetje zo de islamitisering van Europa. En Europa een verloren werelddeel, dat gaat het Midden-Oosten achterna. En hij zegt, er is nu iets van een soort laboratorium in Europa aan de gang. Waar eigenlijk waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, wel hele interessante nieuwe dingen uit zullen gaan komen. En ik vond dat eigenlijk wel heel mooi en heel juist gezegd. Ik denk, wij worden gedwongen ook inderdaad door die secularisering en door ook die nabijheid van die islam om ons heen. Om ons echt weer eens te bezinnen op onze christelijke wortels. Heel erg veel meer naar de oorsprong terug te gaan. Hè. Dus dat zie je dan weer die herontdekking van het Thomas-evangelie, het evangelie Q. Dus veel meer terug naar de echte oorspronkelijke bronnen. Wat is nou dat christendom voor ons en zo? En dan ook weer dat openstaan voor de nieuwe dingen daarin. Het herontdekken van Hildegard von Bingen met haar bijna, ik zou zeggen, Isis-vereringen, godinnenverering. Dus weet je, ik vond dat heel mooi van Jenkins en ik sluit me daar volledig bij aan.